Hier, moet je kijken, die bougainville. Heerlijk, man. Mooi, hoor. Grote palmbomen, net als vroeger, het huisje Spanje. Weet jullie nog? Waarschijnlijk niet. Ik heb hier vier plekjes. Met stroom. Mooie olijfboom, hoor. Ik denk dat het ding misschien ook al 300 jaar oud is. Hele mooie dennenbomen. En achter de oprit, net zoals naar het huis in Spanje. Gaten in de weg. Maar die wordt nog netjes gemaakt. Ze zijn nu anderhalf jaar bezig. Ze wonen hier anderhalf jaar. Ze zijn een jaar bezig zo ongeveer nu. En het wordt echt heel mooi. Hé Lies. Ze zijn nu een jaartje bezig, hè, met de camperplaats. Oh, een beetje donker. Ze wonen hier anderhalf jaar en sinds een jaar hebben we een camperplek. Ze wonen hier anderhalf jaar en sinds een jaar hebben ze een camperplek. Ja. Ja. Keurig verzorgd. Hartstikke netjes. Heel erg netjes. Ja. We gaan eens de omgeving verkennen. Straks gaan we fietsen. Maar we zitten in de bergen, dus dat wordt nog een dingetje. Je vader heeft geen reet meer over van de vorige fietstochten. We gaan het zien. Hoe heette het ook alweer, Alice? Een fekkie. Hè? Een fekkie, toch? Nee, Los Vecinos. Oh, Los Vecinos. Kom, dat jij het elke keer verkeerd gezegd hebt. Het is niet te geloven. Ik zeg El Fekkio, maar het is Los Vecinos. Maar dat komt omdat je vader niet goed bezoofd is. Daarom maak je mij in de war. En daarom maak ik je moeder in de war. Dus het hoofd van je vader maakt je moeder in de war. Lekker eten, stokbroodje met kaas. Ik heb lekkere visie uit blik. Tonijn met tomatensap, saus. Wow, lekker. Kijk, de zon staat op het hoogst en de oogluiken op het laagst. We vallen gewoon terug in ons Spaanse ritme. Lekker siesta. Ik ga ook even liggen. We zijn vanavond een heel stuk de berg afgelopen. Hebben we even wat gedronken. En jullie weten, je vader kan heel goed tegen drank. Niet. Dus ik heb een beetje zware benen. Kijk, nu gaan we lekker barbecuen. Of grillen. Is dat iets te hard? Ik zal hem even wat zachter zetten. Mama is thuis prutje aan. Binnen. Thuis, moet je mij horen. Binnen prutje aan het maken. Dan gaan we straks gaan we lekker met z'n tweetjes lekker zitten eten. Kijk, het valt jullie misschien niet op. Maar wij zijn hier zo blij mee. Kijk, Brammetje die loopt lekker rond. Rexje die zit te zeuren dat hij op schoot wil. Hè? Tolle kop. Jippie is binnen. Ze zitten niet achter een hek. Ze lopen gewoon lekker rond. Ze kunnen gewoon lekker doen. Ze kunnen niet van het terrein af. Heerlijk hebben de hondjes het. Heerlijk. Jippie, kom eens. Ja, Alice is aan het koken, dus die komt echt niet. Maar de hondjes kunnen lekker rondlopen. Ah, kijk, daar rond ze toch aan. Lekker zonder hekkie, lekker rennen. Lekker doen, lekker spelen. Heerlijk. Lekker eten. Zeker, lekker eten. Van de barbecue. Mama prutje gemaakt. Mama is gekke prutjes. Oh, lekker zo. Maar ook lekker die paprika. Groenteverdenks. Oh. En we hebben nog vier stokjes. Ik weet niet hoe ik dat opkrijg. We gaan lekker eten. He? Eet smakelijk. Rexie, Brammetje, was Jip? Binnen. Jippie binnen. Eet smakelijk. Eet smakelijk, jongens. Hoi.
op de fiets naar Aspen. Het is gelukkig niet zo heel steil. Maar dit is het steilste stuk, werd er ons gezegd. Dus het valt wel mee. Twee tandjes terugschakelen en we kunnen omhoog. Hoop ik. Het is het eerste stukje heuvel op. En je trap je, nou ja. Trap je kapot. Ik leef nog, zullen we zeggen. Maar dan stom je boven heb je dit uitzicht. Ah, dit is toch wel echt wel iets wat wij een beetje, wat wij leuk vinden. Vanaf nu is het heuvel afwaarts. Hoop ik. En zo niet, dan gaan we ook weer een keertje heuvel op. Wat een uitzicht, zeg. Jeetje. Dan zijn we onderweg naar Aspen. Komen we door een gat in de weg heen waarvan je bij jezelf denkt van, oh, als ik hier inval, kom ik er nooit meer uit. Loopt er een fietspad? Oké. Okay. Kijk, loopt er een fietspad langs heen? Dat gaan we langs heen fietsen. Het is een fietspad en een looppad. Nou, ik ben benieuwd. Oh, oh, dit wordt een nekkenbrekertje dit. Nou, wie weet overleven we de val. Ik heb een helm op, gelukkig. Gelukkig heb ik mijn helm op. Kan leren. Goed idee, schat. Godkolom. Ik lag bijna met mijn bakkers in de grind, man. Ik kneep me... Het is maar goed dat het hekje er staat. Ik kneep mijn voorrem in. Ja, omdat ik in mijn andere hand heb ik die kut GoPro heb ik in mijn handen. Godskanonnen. Heel mijn navigatie scheef, kijk. Zo. Oh. Nou, we moeten door, want terug naar boven is geen optie meer met mijn sandalen aan. Ja, jij hebt ook nog sandalen als suffert. Nee, nou is mijn schuld dat we hierheen gefietst zijn. Nou. Maak een foto. Ja, maak jij maar een foto van de schaaf en schotwonden die wonden weg gaan oplopen. Ik ga kijken wat er verderop geheid dat er een trap is daar, hè. Nou. Jullie gaan het zo zien. Pasa. Adiós. Señor, direction, Aspen? Sí. Gracias. Jullie horen het. Ik sprak ook weer Spaans. Oeh. Verdomme, die oude kerel die... Er zit een zwarte Spanjaard in onze reet. Wat zei je nou? Had je een Spanjaard in je reet? Ik denk opeens, flikkert nou brand van mijn dingetje af. Want ik hoor er een heleboel lawaai achteraan. Nou, God zegene de greep. Alles voor de video. Het ziet er wel leuk uit zo. Uitgesleten in de klei. Nou, wat mee, Maarten. Nou, dit is raar. Dan hebben we in één keer de beschoeiing aan de andere kant. Wat moet je nou als de water staat dan? Uh-oh. Omhoog, 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 omhoog. Ah, het is wel een... Het is wel de moeite waard van het... Hè? Dit is wel de moeite waard. Kijk in die rol. Hier. Er zitten allemaal gaten in voor de vogels. Ik zou me niet zeggen wat het wel is. Oh! De culo fuego, schat. Een beetje.
Dit is alweer een beleving, ja. Laten we nou wel wezen. Dit zou ik niet zomaar 1, 2, 3 gedaan hebben. Sterker nog, dit doen we niet meer. Jongens, rustig aan maar hoor. De baas hier, die let wel op jullie. Oh god, god, god. Een hele vliegende non. Hola, buenos días. Het is aangelegd. Moet je kijken, hoor. Oh, sorry jongens. Kijk, en dan kom je dit tegen. Ja, Camino de Santiago. Je komt die bordjes overal tegen. Uh-oh. Denk om het afstapje. Ja, oeh, zegt ze. En wat zingen we dan? We hebben het overleefd, we hebben het overleefd. Oh, je komt hier wel in een parkje uit. Niet te zien, maar daar ook tussen de bosjes in, daar ligt een oud aquaduct. Misschien dat ik het zo meteen wel kan zien. Dan fiets ik even dat paardje in daar zo. Oh, 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 oh. Nee, fiets verkeerd. Oh jawel, kan het wel zien. Kijk, hier zit hij. Kijk, daar zit het oude aquaduct. Maar ik sta weer aan de verkeerde kant van het aquaduct. Ik had er aan de onderkant doorheen moeten fietsen. Kwestie van de verkeerde afslag genomen. Kijk, en dan komt hier een watertje uit de berg. En daarboven heb je het aquaduct. Er is wel water. Oh, kijk hier ook. La Ruta del Agua staat hier. Leuk. Moet je kijken, wat een waterval. Echt niet normaal. Daar heb je ook een waterval. En hier beneden, ja, je zal het niet geloven, maar er zwemmen gewoon goudvissen, karpers. Er zitten er daar een paar in. Ik denk dat ze wel een halve meter zijn zo groot. Echt niet normaal. Wel heel leuk. Jip. Vissen heb ik. En de karpers. Ja, ze zijn te zien. Wat een plaatje hebben we weer gevonden, zeg.
Per toeval onder een dek van ergens een fietspad, een soort van fietspad. En komen we dit tegen. Heel mooi uit. Hij zit achter die schildpadkant. Kijk, je hebt er een schildpad zitten en een hele grote rat. En die rat die wil op die rug van die schildpad gaan zitten. Die schildpad die heeft zoiets van, ik ga lekker de scheid. Goudkarpers, alles zwemt erin rond. Niet normaal. Ah, dit is echt... Dit is wel heel erg leuk, ja. Dit is ook echt weer... Nou, dit stond niet in de planning om te doen. Nee. Ik wist helemaal niet dat het hier was. Het per toeval, heb ik. Ja, inderdaad, ja. Oh, dit vind ik zo geweldig. Ja, ik vind het ook wel heel erg leuk. Vanavond maar even een jerrycan met anti-muggenspray halen, want ik ben helemaal lekker gestoken. Ja, we zijn maar door aan het fietsen en maar door aan het fietsen. Ik heb geen idee hoe je hier uit die droge rivierbedding komt. Misschien komen we straks nog in de bewoonde wereld terecht. Maar dit wandelpad is wel heel erg mooi aangelegd. Kijk eens naar een oude brug. Geheid dat we er straks ergens uit kunnen. Ja, dit is de afwatering van het regenwater, is dit, ja. Alleen de steentjes die liggen een beetje ver uit elkaar en je komt met je voorwiel kom je tussen die gleuven in. Wat ik er allemaal niet voor over heb. Ik sta verkeerd om, we moeten hier naar rechts. Nou, we zijn nu boven uit de rivierbedding gekomen. En ik sta weer verkeerd om. Dan gaan we kijken hoe we in het centrum kunnen komen. Aha, 29 graden. We staan hier in Aspen. Het is vooral klein. We hebben gekeken net naar huizen. Oh. Ligt gewoon binnen ons bereik, hè? 1,5 ton voor een vrijstaand huis. Kijk wat een mooie kerk ze hier hebben, joh. Echt een heel oud gebouw. Ik denk dat ik naar binnen loop en dat ik even ga filmen. Ik denk dat ik gewoon even ga filmen. Ja, ik durfde niet goed naar binnen toe om te filmen. Maar je moeder is wat brutaler, die loopt straks gewoon naar binnen. Let maar op mijn woorden. Kijk, als jij nou de camera meeneemt. Ja, ik ga niet filmen natuurlijk. Jawel, ik doe het alleen met de. Jawel, dat durf jij wel. Nee, dat durf ik niet. Ik durf het niet. Lies, neem nou mee. Doe je gewoon net of die uitstaat. Nee, ik doe het met mijn telefoon. Neem mee. Nee. Ik laat de honden los, hoor. Nee, is een kapelletje waar. Nou, is een kapelletje waar een heleboel mensen zitten in het gebed. En het ziet er wel heel mooi uit. Nou, ze gaat foto's maken. En dan plak ik dat wel in de film. Ik zou hoofdingang van de basiliek. Heftige beelden allemaal. Misschien is de deur wel open. Ja. Maar dit is in Aspe Plaza Mayor. Daar heb je een school of het gemeentehuis.
Dat is de basiliek, tussen de bomen door. En daar zit het casino Primitivo. Plaatselijke kroeg, denk ik. We zijn lekker aan het slenteren door de straatjes in Aspen. Ja? Ja. Nou. Hoi. Jongens, dit was onze vlog uit Aspen vandaan. We hebben niet zo heel veel gefilmd. Het is echt heel erg warm. Ja, het is zeker warm. 30 graden. Het is een leuk klein stadje toch? Wel, toch? Echt een Spaans stadje is het. Eigenlijk de weg naartoe was het allerleukst. Ja, inderdaad. Dus nou, bij deze sluiten we de vlog af. Tot de volgende keer, liefies. Tot de volgende, hoi.